algemeen geschonken voor Café Francais. En dan de eerste plus 60 keer eveneens nog een prijs. En die prijs is geschonken door ECM OCMW laatste Ruizen Danny. De renners die op het punt staan gedubbeld te worden door de motards, zij zullen het signaal krijgen van de motards om de wedstrijd te verlaten. En die is geschonken door de eerste schepen Elke Alarm. De eerste plus 50er. En deze trofee is geschonken door de organisator. En dat is toch de man die deze organisatie heeft geleid. Heel veel succes, een sportieve wedstrijd. Heel veel succes, zonder ongevallen. En dan tellen we af. 3, 2, 1, start! En natuurlijk heel veel succes. Nog 7 ronden. En nu is er natuurlijk nog tijd om een signaal te geven aan de supporters. Dus na de bocht het tempo daar omhoog, want de 2 inlooprondes zitten erop, de inrijrondes zitten erop en dan gaat langzaamaan het tempo de hoogte in. Dus nog 5 ronden. Nog 5 ronden. En het is met het nummer 11, Bart Lambrechts, die Lambrechts. En dan hebben we Stefke met het nummer 20. Volgende groepje met aanleiding. En jawel, dan onze dame in de wedstrijd. Is Julian er ook bij? Is Julian er ook bij? Frankrijk. Nee, het is niet uur. Yes. Toren. En nog 4 ronden. Nog 4 ronden. We zijn dus half wedstrijd. 23-18 FC Macadam die in vierde positie hier voorbij komt. Nog 4 ronden. Nog 4 ronden. Stiers in het gezelschap van het nummer. Nog 4 ronden. Come on, baby. 33-25. En dan nummer niet zien, dat is Luc Schipmans. Nog 4 ronden. Come on, Karim! 4 ronden. En
Karin hier sterk aan. Je moet ik Karin schrapen. En dan met het nummer 36. Drie ronde renners, nog drie ronde. En ook voor dit groepje zijn er nog drie ronde. Nog drie ronde. En het is met de nummer 15, Wilfried Meesen die het tempo regelt in dit groepje. Drie ronden nog voor dit groepje. En rijden op een moment. Drie ronden nog sterk aangemoedigd met de nummer 24. En eveneens nog drie ronden. Nog drie ronden. Oftewel 12 kilometer. Kom maar, lekker Karin. Wat doet je die ratjes niet aan de kant? Twee ronden. En dan hebben we het volgende groepje, dat zijn dus nog twee ronden. Kom maar jongens, twee ronden. Kom maar Erwin, twee ronden. Laatste ronde. En Luc S. Laatste ronde. Hier is Franse 7 en 1. Ik ben ook nog attent voor dit. Tim van den Dijker uit nummer 31. Johan Mellerts. Laatste ronde.
Truiken dicht van de sponsors. Jawel, een groot applaus voor Mark. En wel op de tweede plaats verwachten we hier dan Jorn Fontijnen. En dan verwachten we natuurlijk ook dat ze nog eens op het podium zouden staan met hun prijs. Jawel, ziet dat je het er niet afschuift, want het is nat. Op de derde plaats Tim van den Dijk. Met de felicitaties en dan toch nog even proberen bij op het podium te gaan staan. Ziet dat je het niet schuift, Tim. Dames en heren, maak een groot applaus voor dit prachtige podium met Mark Tinnevel als winnaar, Jorn Fontijn als nummer 2 en Tim van den Dijk met een mooie derde plaats. Proficiat! En niet te veel bier drinken. Dames en heren, maak hem aan Mark Tinnevel ook nog een applaus als eerste winnaar. Proficiat! Elke alaar. Met de felicitaties, het trofee en de bijhorende prijzen. Karin, toch even op het podium gaan staan met je trofeetje. En dan mag Daniel natuurlijk ook eens boven op dat podium gaan staan. Daarvoor is het podium naar hier gehaald. Dames en heren, geef me een groot applaus als plus 50er Daniel Heijmers. Ja, en we kunnen er niet aan doen dat je oud geworden bent, maar alleszins. En dikke proficiat met je prestatie. En het is een prijs geschonken door Danny Ruizen als OCMW-raadslid. Even bovenop staan. Dames en heren, een applaus. Eddie Stiers. Ondertussen danken we nogmaals op de eerste plaats Danny Ruizen die vanaf de eerste moment alles heeft geleid, die alles in goede banen heeft geleid voor deze organisatie en alles is goed gelukt. Hij dankt dan zelf al de helpers. Die hoop, die hoop.